Hallo Mario, Hallo goedemiddag. André. Hi, ja Ja. vertel, wie ben jij? Nou ja, ik ben Mario en ik ben gids in Rome. En normaal gesproken zit ik dus op dit moment van het jaar, loop ik eigenlijk door Rome en omgeving. Loop ik tussen de grote menigte in de musea van het Vaticaan of het Colosseum. En nu zit ik hier. Ja, en hier is in Assen. Ja, hier is in Assen. We hadden natuurlijk allemaal al. Begrepen we al vrij snel, in februari was dat, in Nederland was niemand nog bezig met, ja, dat gebeurt alleen maar in Italië toch, dat virus. En wij wisten al dat alles eigenlijk afgezegd zou gaan worden. Dus tot het einde van dit jaar wist ik al, ik heb geen werk meer. En ja, we hebben een klein appartementje in Rome waar mijn vrouw en kinderen normaal gesproken wonen. En ik zei, ja, ga maar met z'n allen mee nu naar Nederland. Want we moeten hier naartoe. Dan zullen we het wel even uitzitten. En ja, dat duurde 1 maand en dat duurde 2 maanden. En nu is het alweer juni. En ja, alles moest anders. En ja, je hebt steeds gevraagd, wat is nieuw? Nou ja, in plaats van nu dus iemand mee te kunnen nemen naar het museum, probeer ik dat nu virtueel te doen. Net als jij nu hier mij aan het interviewen bent, neem ik iedereen mee via het scherm naar die plekken die mij zo dierbaar zijn, normaal gesproken gedurende het hele jaar. Kun je ons even meenemen als we, stel ik zal mijn ogen dicht doen, vertel, neem ons mee door Rome, naar wat het mooiste plekje is wat je met ons zou willen delen. Nou, wat zo bijzonder is aan Rome, is dat waar je ook maar naartoe gaat, of je nu door het centrum wandelt, of je nu een museum inloopt, of dat je naar een opgraving gaat kijken, wat je overal zult zien is dat er meer dan 3000 jaar geschiedenis te vinden is. Waar je ook maar naartoe gaat, of je nou door het centrum loopt en voor de Trevi-fontein staat en je luistert naar het geluid van het water dat naar beneden klettert over een fontein uit de 18e eeuw, en dan zie je om je heen dat er huizen zijn die zijn. Eén laag op een andere gebouwd en nog een huisje erbovenop in de middeleeuwen. Dat wordt allemaal prachtig bepleisterd met mooie beelden en daar loop je doorheen. Je loopt eigenlijk door een heel groot museum en in iedere hoek van de straat zien we weer iets. En daar proberen wij als gidsen natuurlijk, we zijn in Rome met weinig Nederlanders. We zijn, als ik het goed heb, met een stuk of 16 Nederlandse gidsen die gewoon overal verhalen willen vertellen en overal de geschiedenis achter vandaan willen halen. Ga je naar de Vaticaanse musea, dan lopen we door, ik weet niet hoeveel zalen, 19 musea in totaal. En daar mogen wij dan normaal gesproken in 3 uurtjes doorheen wandelen. Ja, dat is een vogelvlucht natuurlijk door de geschiedenis. En ja, daar moeten verhalen bij verteld worden. Anders loop je daar doorheen en denk je, ja, dat ziet er mooi uit. En anders ga je naar het Forum Romanum. En om dan te spreken met wat een buurman van ons altijd zei, nou, dat ben gewoon een stapel stenen op elkaar. Ja, daar moet een verhaal bij verteld worden. En dat doen wij. En ja, Ja, en alles dan wat is. we uitvinden dus. Ik zat ineens zonder werk. Ineens hoefde ik niet meer op reis. En toen was de vraag, wat nu? En ik had bijna de handdoek in de ring gegooid, totdat een vriend zei van, ja, maar dat kan jij toch gewoon online doen? Dat doe jij gewoon op de computer. Een paar mooie plaatjes erbij, een paar mooie filmpjes en je gaat vertellen. En ja, dat was natuurlijk een heel plan. Hoe ga ik dat doen? Ik weet helemaal niks van computers. En ineens moest ik dat allemaal gaan uitvinden. En ja, dan blijkt dat het eigenlijk wel heel leuk is. Dat Ja, bevalt het? het is prachtig. Ik had niet Want gedacht hoe? dat ik het zo leuk zou vinden. Het is in eerste instantie lijkt het natuurlijk gek, want het is afstandelijk. En ja, mensen denken, waarom kijken we dan niet naar een gewone documentaire? Maar net als dat het anders is om met jou te kunnen praten of met jou op televisie te kijken, datzelfde is natuurlijk ook als wij samen iets gaan bestuderen. En ja, nu nog moet ik dat allemaal doen van een lange afstand. Er zit zo'n 1700 kilometer tussen mij en Rome. Maar kijk, op het moment dat we weer gaan reizen, dan kan ik dat natuurlijk ook ter plekke doen. Dan kan ik jullie echt meenemen. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu nog niet op reis willen, die dat niet durven. Maar misschien zijn er die zeggen, ja, we willen wel. Dat durven we wel. Nou, waar wil je dan naartoe? We kunnen het nu alvast uit gaan zoeken. En ja, wat dus eigenlijk de continue vraag blijft. Gaan we dit blijven doen? Of is het maar tijdelijk? En geef daar eens antwoord op. Ga je dit blijven doen? Nou, ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat het hele idee van het reizen gewoon een beetje gaat veranderen. Daarmee bedoel ik dat waar het natuurlijk prachtig is om naar
Of voor een weekendje naar een stad te kunnen gaan in Europa. Of het nou Parijs is, of Rome, of je wil naar Berlijn. Je hebt een paar dagen de tijd en dan wil je zoveel mogelijk zien. Wat deed je dan, tot een jaar geleden? Dan boek je een toertje en dan loop je een half uur mee met een gids met een vlaggetje en microfoons. En die heb ik ook soms, als de groepen te groot zijn. Maar waarom zou je dat nu niet al van tevoren doen? Gewoon je klaarmaken voor die reis en zeggen, wat willen we gaan zien? Wat is er? Nou, dan heb je een scala aan rondleidingen. Wat wil je zien? Wil je beeldhouwkunst zien? Wil je de schilderkunst bezoeken? Of wil je liever naar opgravingen? Wil je dan naar het Colosseum of naar Ostia of wil je naar Tivoli? Ja, dat kan niet allemaal in 3 dagen. Maar dat kan je wel online meenemen in een uurtje. En als je zegt, nou, dat vind ik eigenlijk niks. Nou, dan slaan we dat over tijdens je reis. Dus je zult straks veel meer weten als je op reis gaat. Veel beter voorbereid op pad gaan. Ja, en wat mis jij zelf het meest van het leven in Rome en jouw werk als tourguide? Oh, het contact met mensen. Oh, ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Net als ik zeg, als je naar een documentaire kijkt, dan is er geen contact. Je luistert naar een mooi verhaal en het ziet er leuk uit. Maar ja, wat ik mis zijn de verhalen horen van anderen ook. En ja, we kunnen altijd van elkaar leren. We gaan naar een plek en dan zijn we in een kerk en dan sta ik daar ineens met iemand die priester is. Of die zegt van, goh, ik heb thuis een heel mooi oud icoon staan. Dat lijkt net op dit. En dan gaan we het daarover hebben en dan blijkt dat ik ook weer een heleboel bij kan leren. En ja, het persoonlijk contact, mensen ontmoeten. Als ik je zeg dat de Vaticaanse musea, vorig jaar hadden ze 30.000 bezoekers per dag, ongeveer. Op dit moment is het aantal bezoekers per dag, dat is nu gelimiteerd. Ik geloof dat ze hebben gezegd, de eerste paar dagen hadden ze al honderden aanmeldingen. Nou, dat is niets bij 30.000 per dag natuurlijk. Dus die menigte, ik weet niet of ik dat heel erg zal missen, maar het gezellige, het mensen zien en ideeën uitwisselen, dat mis ik heel erg. En wat heeft deze periode jou persoonlijk geleerd? Wat ga je vast proberen te houden? Nou, vooral dat ik me veel beter moet voorbereiden op de digitale wereld. Ik was nogal iemand die al snel zei van, ach, dat kan ik wel in een boek vinden. Wat is dat nou voor een nieuwerwets? Dan moet je dat allemaal digitaal doen, dat begrijp ik niet. En nou, dan zijn er ineens een heleboel prachtige databanken en een heleboel prachtige dingen die ik van mijn zusje leer, of zelfs nog van mijn ouders. Mijn moeder die veel sneller eventjes iets op Facebook kan zetten dan ik. En ja, dan voel ik me toch wel een beetje heel erg achterlopen. Dat had ik veel sneller kunnen doen. En het is een prachtige puzzel waar ik nu probeer uit te komen. Hoe kan ik zo snel mogelijk bij veel mensen komen vertellen hoe leuk het is om naar verhalen te luisteren en om in Rome samen op ontdekking te gaan naar, ja, naar wat er nog meer is. De geschiedenis van Rome staat eigenlijk gewoon voor onze geschiedenis. Op hetzelfde moment als we kijken naar de plagen die er geweest zijn en waar ze altijd weer bovenop kwamen. De pestepidemieën en ja, daar denken we nu niet over na eigenlijk. Terwijl natuurrampen, alles is altijd al voorbij geweest en Rome heeft zich altijd weer opgekrabbeld. En het toerisme is er ook altijd weer bovenop gekomen. Ja, wanneer ga je weer terug? Ja, nou, dat is een goede vraag. We hebben nu mijn 3 zoons, die gaan hier inmiddels naar school. 2 keer per week uiteraard en met alle aanpassingen van dien. Maar ja, die vinden het eigenlijk wel zo leuk. Die hebben gezegd, mogen we alsjeblieft blijven tot het einde van het schooljaar. Want in Italië gaat alles nog niet open. Ze zijn erg voorzichtig en dat betekent dus dat school dit jaar niet open gaat. Misschien dat ze in september zelfs willen beginnen weer digitaal. Dus dat, ja, mijn 3 zoons gaan alle 3 naar een nieuwe school, een nieuw traject. Naar de basisschool, naar de middenschool. En dat betekent dat eigenlijk, ja, dan zouden ze hun vriendjes online moeten leren kennen. Het wordt heel spannend, maar ja, we zijn hier sowieso nog deze maand van juni. En dan hopen we dat op het moment dat ook de rest van Nederland weer langzaamaan gaat reizen, dat we ook weer die kant op kunnen. Ja, ja, ik had me ook wel verheugd om stedentrips te maken dit jaar. En dat ga ik ook missen. Ik ga het voorlopig ook niet doen. Maar ik weet dus dat jij die tours geeft. Komend weekend heb je een virtuele tour. Waar neem je ons mee naartoe? Nou ja, ik wilde jou ook wat vragen. Want wat vond jij ervan? Is het anders dan anders? Want jij hebt die virtuele tour gevolgd. Jij weet hoe het nu is om die musea
van buiten te bekijken. Kijk, we hebben het gehad over Caravaggio. Ik vond het indrukwekkend dat het... het is echt het verhaal waar je je op concentreert. En je brengt het heel mooi en heel duidelijk. En het is echt het verhaal. Dus je hebt de beelden erbij. Dus je zit echt, een avond... Ja, ik vond het heel fijn om eigenlijk thuis te doen. Ik had behoefte aan kunst. De musea hier waren ook nog niet open. En je neemt me mee langs het verhaal van Caravaggio. Ja, ik vond het een aanrader. Ja. Dus waar ga je ons zondag mee naartoe nemen? Nou, komende zondag. Dan neem ik jullie mee naar de Vaticaanse musea. En dat is altijd lastig, want ga je naar de Vaticaanse musea toe en is het enorm druk, dan wil je zoveel mogelijk zien in korte tijd. En dat kan eigenlijk niet. Het zijn kilometers lange galerijen waar je kunst kunt zien, waar je 25 jaar mee bezig bent. Zou je 5 seconden nemen voor ieder kunstobject dat daar staat. Dus ja, ik heb gezegd, ik wil het graag opsplitsen. Dus komende zondag gaan we naar de schilderijencollectie in de Pinacotheek van het Vaticaan. Mooi, niet te veel verklappen. Niet te veel verklappen, want mensen kunnen dus zich aanmelden. Juist. Dus, juist. Dat... Wandelingen vanuit je luie stoel is de Facebookpagina die ik heb opgezet. En er is altijd meer informatie ook op Baas in Rome. Want dat ben jij, Mario Baas, in Assen nu. Maar de zondagavond neem je ons mee naar Rome. Heel veel dank, heel veel succes. En ik hoop dat jullie snel weer terug kunnen.